We zijn hier vandaag in Swimpark Simol met de nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium. En ik heb hier Sacha bij mij. Sacha, je mag jezelf eens kort voorstellen. Ik ben Sacha, ik ben 22 jaar. Ik ben uitkomstig uit het Antwerpse Hoboken. Ik werk momenteel als winkelverkoper in OK Compact in Antwerpen. Maar ik zou toch wel graag in het toerisme willen werken, omdat ik daar ook voor heb gestudeerd. Mm-hmm. En mijn hobby's zijn, ja, ik ga met mijn vrienden en mij vooral goed amuseren en van het leven genieten. Oké, okay. Waarom doe je mee met Mr. Gay Belgium? Omdat ik graag een aanspreekpunt zou willen zijn voor jongeren die dat, net zoals mij, mishandeld zijn geweest of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Omdat ik merk dat er toch nog wel veel jongeren daarmee kampen en daar niet voor durven uitkomen. Dus ik zou toch wel willen proberen om die taboe een beetje te doorbreken en te laten weten van kijk, er is wel hulp, je stelt niet minder voor dan een ander, dus kom voor jezelf op. Zijn er al bepaalde acties dat je denkt van dat wil ik doen tijdens mijn campagneperiode of moet je daar nog eens over brainstormen? Daar wil ik nog over brainstormen, maar ik denk wel dat ik al contact ga opnemen met een paar VZW's, waarvan dat ik weet dat die ook jongeren in zo'n situaties helpen. En dan kan ik misschien met hun ook eens een beetje bekijken wat we samen zouden kunnen doen en zo. Oké, okay, totaal iets anders. Als je zou moeten kiezen, Donald Trump of Barack Obama, wie zou je kiezen en waarom? Barack Obama, gewoon als een keisympathieke kerel, die heeft dat keigoed gedaan en die wou echt het beste voor zijn land. Tegenover Donald Trump, ik denk meer dat hij dat terug zo'n beetje naar beneden gaat halen. Maar ja, we zullen wel zien, afwachten nog. Het is nog wat vroeg. Oké, okay. Stel je zou de lotto winnen. Wat zou je daar dan mee doen? Ik zou eerst een nieuwe gsm kopen voor mijn eigen, want dat heb ik wel nodig. Maar ik zou ook een deel aan mijn familie geven. Er zijn er wel een paar die dat kunnen gebruiken. En dan daarna ja, ook nog een beetje zien wat ik ermee ga doen. Vooral veel sparen voor later en zo, voor mijn eigen huisje en zo. En dan ja, zullen we wel zien. Zou je later willen kopen of huren? Kopen. Waarom? Veel gemakkelijker. In het begin een grote kost, maar nadien zet je er vanaf en dan zit het op je gemak. Dus we moeten niet meer met al die huur en zo rekening houden. Dus dat is wel een aangenaam idee. Oké. En om af te sluiten, wat is jouw levensmotto? Gaan en blijven gaan. Oké. Okay. Omdat je... Ik heb al veel downfalls gehad en ik ben altijd blijven gaan. En kijk, nu zit ik hier. Dus gaan en blijven gaan. Okay. Heel mooi. Dankjewel, Sacha.